Productiecijfers binnen de melkveesector zijn van 30.000 liter per dag gedaald naar zeker 3.000 tot 4.000 liter op dagbasis binnen 15 jaar. Dit verklapte Suraj Sahadeolal, voorzitter van de presidentiële werkgroep, gisteren tijdens een bijeenkomst voor jongeren van Lelydorp over innovatie van agrarische mogelijkheden en prijsbeleid. De melkveesector, die zijn kern in Wanica heeft, is volgens de voorzitter in groot gevaar. Er is één rode draad. Waarom is de sector achteruit gegaan? De sector is verzwakt. Er is een vergrijzing. De jongeren willen niet meer in de sector werken. Want er wordt gezegd, papa en mama die hebben zo hard gewerkt. Maar wat hebben ze uiteindelijk overgehouden? En het probleem is, geen marktconforme prijzen. En dat heeft ernaartoe geleid dat vele sectoren in Suriname systematisch achteruit gaan. Ja, en de melkveesector is één van de sectoren. En iedereen kent mij ook van de busorganisatie. Openbaar vervoer is ook één van de sectoren in Suriname die geen marktconforme tarieven kent. En we zien al die oude bussen toch? We weten waarom. Men verdient niet genoeg zodat je optimaal kan investeren. Sahadeolal geeft aan dat er naartoe gewerkt moet worden dat Suriname niet meer afhankelijk is van import. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat zaken eerst op macro-economisch niveau in orde gemaakt moeten worden. Je kan niet investeren met een grote fluctuatie in je economie en een instabiele koers. Je kan niet investeren. Je moet daar eerst die stabiliteit brengen. En gelukkig is het niet de president die dat nu zegt. Lees zelf het persbericht van IMF van afgelopen dagen. Wat zij zeggen. En zelfs overgenomen door de Nederlandse media. Namelijk, Suriname is goed op weg met de hervormingen. Santokhi ziet Suriname nu in een fase van stabilisatie binnen de economie verkeren. Hij stelt dat het geen woorden zijn die zomaar zijn uitgesproken, maar gebleken is uit onderzoek van het IMF zelf. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat Suriname op de goede weg is.